Ik vind het heel mooi. Ik had het vorig jaar al gezien en het jaar daarvoor ook al. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje meer, dat ligt dichter bij mij. Hè? De Studio 100 figuren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mijn vrienden die ik er zien in het ijs. Hè? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het hier prachtig. Echt, het ziet er bijzonder mooi uit. Als ouders zijn wij ook opgegroeid met Maya erbij, met Wiki. En onze kinderen kennen dat nu opnieuw, dus ik vind dat wel, verzoent het mooi zo. Brengt het mooi bij elkaar. De kunst van de ijscultuur is toch wel dat men er iedere keer in slaagt om gevoelens naar te raken bij de jeugd en ook bij de ouders en de grootouders. De opening van de ijscultuur is eigenlijk de start van de goede, gezellige wintermaand in Brugge. Ik zou liegen mocht ik zeggen dat ik het niet mooi vind. Ja, ik heb genoten, indrukwekkend, op zo'n korte tijd, zo'n prachtige stukken neergezet. Ja, ik vind het magnifiek, echt wel. Het kappen was ongeveer 16 dagen. Er zitten geen rustdagen in, dat is continu doorkappen tot alles klaar is. We hebben wel gewerkt met de beste kaarders. Ook de wereldkampioenen zijn hier. En het is heel erg leuk, vooral de glijbaan is heel erg leuk en het is allemaal helemaal mooi gemaakt. Je zult je echt niet vervelen. Info en tickets via ijsculptuur.be.